Yo, welkom bij Geld op Geld. Het is weer tijd voor de maandelijkse serie. Ook al is het pas de tweede keer. De maandelijkse serie met top 3 aandelen voor de komende maand. Voor april 2021, nu dus. Waarin ik dus drie aandelen bespreek die ik zelf interessant vind en die ik ook zelf op het moment aan het kopen ben. Dus laten we beginnen. De top 3 aandelen van vorige maand, van maart, begon ik met Dropbox. Hier zie je dan ook een grafiek van Dropbox. Een aandeel waar ik nog steeds heel veel vertrouwen in heb voor de lange termijn. Maar zoals je kan zien is Dropbox de afgelopen weken toch wel flink gestegen. Vanaf 1 maart, vanaf dit punt tot aan nu, een stijging van ja, bijna 19%. Flinke stijging, heel mooi natuurlijk, maar daardoor wel wat minder interessant om nu te kopen. Ik koop liever aandelen als ze in de uitverkoop zijn. En zo zijn er nu best wel wat groeiaandelen nog steeds in de uitverkoop. Waaronder dus de eerste van de drie voor deze maand, namelijk. Huya is zoals je kan zien flink afgestraft. Uh, ik heb dan zelf ook rond dit punt hier ergens rond de 19 Huya aandelen gekocht. Huya was echt geëxplodeerd, bijna verdubbeld uh, en ik dacht eigenlijk dat ik niet meer aandelen van Huya zal kopen. Ik had niet verwacht dat Huya weer terug zou gaan naar de 19. Wel gebeurt en daardoor is Huya op dit moment weer interessant naar mijn mening en ben ik weer Huya aan het kopen. Nou, wat is Huya? Huya levert streamingsdiensten gericht op de gaming-industrie vooral. Zoals je hier kan zien, dit is dan ook meteen e-sports, maar ook gewoon het streamen van games voor normale mensen, uh, waar je dus naar kan kijken. Die mensen kan je dan ook weer geld geven, doneren bijvoorbeeld, maar je kan ook gewoon kijken, supporten. Er zitten advertenties bij, waardoor Huya en de streamers betaald krijgen. Dan heb je ook nog de gigant Tencent, zo'n beetje het grootste bedrijf van China. Uh, ...bezit 50% van Huya en is ook de eigenaar van League of Legends. League of Legends is zoals je hier kan zien uh, meteen de aanbevolen categorie. Uh, een van de meest populaire spellen wereldwijd en ook in Azië heel populair. Nou, Tencent bezit dat dus, wat dus ook weer gunstig is voor een samenwerking tussen Huya en Tencent. Dan heb je een andere grote speler en dat is Douyu. Heel vergelijkbaar met Huya eigenlijk... Uh, samen eigenlijk de twee grote spelers. Daarnaast heb je niet zo heel gek veel. En die twee, Huya en Douyu, willen eigenlijk mergen. Die merger zou heel goed kunnen zijn voor Huya. Op dit moment concurreren Huya en Douyu met elkaar. En zouden ze gaan samenwerken, ja, dan zouden ze echt een soort van monopolie kunnen creëren op het gebied van streaming services in Azië. Ja, en dan zouden ze dus uiteindelijk bijvoorbeeld marges kunnen opschroeven, waardoor ze uiteindelijk meer winst maken. Ja, er wordt verwacht dat dat in 2021 nog gaat plaatsvinden. Heeft Hoeja ook bekendgemaakt. Is nog niet gebeurd. Maar zou dat gaan gebeuren? Ja, dan kan het aandeel ook daardoor flink omhoog schieten. Hoeja heeft onlangs ook cijfers bekendgemaakt. De verwachtingen waren erg hoog. Waardoor het volgens sommige analisten ook wat tegenviel. Maar al bij al zag het er naar mijn mening best wel goed uit. Een omzetgroei van 21,2% in het laatste kwartaal van 2020. En dit is ook een hele belangrijke, namelijk de monthly active users van 178,5 miljoen. Oftewel 178,5 miljoen gebruikers in een maand. En al zouden ze gaan mergen met Douyu, zouden dat er meer dan 300 miljoen kunnen worden. Oftewel heel veel mensen die gebruik maken van hun platform. En dan gaan we naar beneden scrollen richting de balance sheet. Dan zien we dat dat er ook eigenlijk heel goed uitziet. Namelijk een stijging van in 2019 een cash van 1 miljard naar de 3 miljard RMB in dit geval. Oftewel 500 miljoen dollar. En totaal aan assets hebben ze dan uh, 11 miljard. Totaal aan liabilities uh, 2 miljard. Als je kijkt naar verhoudingen ziet het er gewoon heel goed en gezond uit. Ik heb ook heel veel vertrouwen in de e-sports, wat elk jaar maar blijft groeien en de komende jaren gewoon waarschijnlijk ook zal blijven groeien. Vooral in Azië ook erg populair, zoals je hier rechtsboven kan zien. Waar je gewoon hele stadiums vol hebt met mensen die aan het kijken zijn hoe andere mensen, bijvoorbeeld League of Legends, aan het spelen zijn. Ik heb ook heel vertrouwen in de gaming-industrie in het algemeen. Ik denk dat de streaming-industrie populairder wordt, dat meer en meer mensen gaan streamen. Ik heb ook veel vertrouwen in de Chinese markt. En dan vooral ook de middenklassers, die ook weer veel gebruik maken van bijvoorbeeld Huya. Ja, naar mijn mening is dan ja ook op dit moment met een forward PI van 17, nu die weer is gedipt, eigenlijk weer een koopje geworden. Op nummer 2 hebben we dan Tattoo Chef. Ik vind Tattoo Chef gewoon heel interessant, zo rond die 19 dollar, als we kijken naar risk-reward. De kans dat Tattoo Chef nu gaat halveren bijvoorbeeld is denk ik gewoon heel klein. Ze hebben heel veel cash, 200 miljoen, marktwaarde van 1,5 miljard. Ze hebben een goed management team, ze zijn echt hard aan het groeien, ze zitten in de food. Ze hebben het gewoon goed voor elkaar en Tattooed Chef kan gewoon in een paar jaar tijd gewoon keer 4, keer 5, keer 6 gaan. In ieder geval heel veel potentie. Ja, Tattooed Chef maakt uh, vegetarische diepvriesproducten, steeds meer en meer producten zoals je kan zien. Met ook steeds meer en meer partners. Waardoor ze dus bij steeds meer en meer plekken terecht kunnen in Amerika. Ze willen uiteindelijk ook naar Europa. En ze hebben het op dit moment gewoon goed voor elkaar. Ze hebben een deal met Target, waardoor Target dus meer producten van Tatoochef gaat verkopen. Zes nieuwe producten die ze gaan toevoegen. En dat doet zo'n grote keten als Target natuurlijk niet zomaar. Dat doen ze alleen als de producten van Tatoochef goed verkopen, waardoor ze gaan uitbreiden. En gaat dat nu dan weer goed? Kunnen ze misschien in de toekomst weer uitbreiden? Ja, en al ga je daarop inzoomen, ja, wat gebeurt er dan? Dan zijn er een aantal producten van Tattoo Chef die je dan zo in de schappen hebt. Gaat dat goed? Worden dat er meer? En dan heb je op een gegeven moment een halve deur vol met producten van Tattoo Chef. Gaat dat goed? Kan het natuurlijk nog meer opschalen? Waardoor je uiteindelijk een hele deur bijvoorbeeld in een supermarkt vol hebt met diepvriesproducten van Tattoo Chef. Wat nu dus ook steeds meer en meer gebeurt. En bevalt dat, kan dat in de toekomst natuurlijk nog meer uitbreiden. Naar bijvoorbeeld twee deuren in nog meer supermarkten. Waardoor Tattoo Chef dus weer kan groeien, meer omzet kan maken. Uiteindelijk misschien ook nog die marges kan opkrikken. Ja, wat het naar mijn mening gewoon een heel interessant bedrijf maakt. Met flink veel groeipotentie. Ja, en op dit moment is Tattoo Chef ook een van mijn grootste posities geworden. En als ze nog meer gaan dippen. Ja, dan maak ik het denk ik zelfs mijn grootste positie... ...omdat ik het qua risk-reward gewoon heel interessant vind. Op nummer 3 staat Corsair Gaming. Ik heb het hier ook eerder over gehad. Sterker nog, ik heb er een apart filmpje over gemaakt zoals je hierboven kan zien. Maar hoe meer ik me erin verdiep, hoe interessanter ik hem eigenlijk vind. Dus laat ik daar wat dieper op ingaan. Corsair heeft nu een marktwaarde van 3 miljard. Ja, en ik denk dat het gewoon richting de 10 miljard of meer kan gaan over een paar jaar. Dus dan heb je het ook gewoon over een verdrievoudiging... Heel interessant is natuurlijk. Ja, Corsair zit net als Hooya ook in de gaming, maar Corsair zit meer in de hardware componenten. Dus denk aan een muis, toetsenbord, uh, CPU, coolers, allerlei producten die je dan ook nodig hebt als een gamer of als streamer. Ja, en qua omzet groeien ze gewoon echt flink. In 2020 een omzetgroei van 55%, het laatste kwartaal van 2020 een groei van 70%. En ze verwachten dan voor 2021 een omzet van 1,8 tot 1,95 miljard. En dat was dus 1,7 in 2020. Dat is een stijging van ja, zeg ongeveer 11, 12, 13 procent. En ik geloof daar gewoon helemaal niks van. Ik denk dat ze in 2021 gewoon over die 2 miljard omzet heen gaan. En ze nu een beetje aan het sandbaggen zijn. En doen alsof het wel meevalt qua omzet. Om vervolgens zwaar te overpresteren. En er zijn mensen en analisten die denken dat het voor 2021 zal meevallen vanwege al die lockdowns. Dat ze in 2020 dus flink hebben geprofiteerd van lockdowns. Dat veel mensen thuis zaten, veel mensen aan het gamen zijn. En dat het in de toekomst minder zal worden, dat meer mensen naar buiten gaan en al dat soort dingen. En tuurlijk, er zal echt wel wat van waarheid in zitten. Maar om van een groei van 55% opeens naar de 10, 11, 12% te gaan. Ja, ik geloof het niet. Ik denk dat ze zwaar gaan overpresteren. Waardoor uiteindelijk het aandeel ook flink omhoog zal gaan. En ik verwacht gewoon dat Corsair het heel goed voor mij gaat doen. En dan ook nog maar een forward PI van maar 18,71. Ja, dat soort bedrijven die flink groeien, maar laag gewaardeerd staan, zijn op dit moment gewoon heel lastig te vinden. Ja, en ik denk dat Corsair er zo eentje is, die flink zal groeien, een hele goede toekomst voor zich heeft. Lag gewaardeerd staat dus echt een interessante. Ook als je hem gaat vergelijken met bijvoorbeeld een Razer. Of een Logitech. Logitech vind ik overigens ook een hele interessante. Maar die staat gewoon wat hoger gewaardeerd. Misschien wat stabieler. Maar groeit een heel stuk minder hard dan Corsair. En dat maakt Corsair naar mijn mening gewoon echt een topper. Dan hoop ik natuurlijk weer dat jullie het een leuk en interessant filmpje vonden. Klik even op die like als dat zo was. En laat me ook even in de comments weten wat jullie van deze aandelen vinden. Wel interessant of juist niet. Heb je ze zelf ook of ook niet. En ik ben trouwens geen financieel adviseur. Doe dus altijd goed zelf onderzoek en luister niet zomaar naar wat ik zeg. Dan heb ik trouwens ook laatst nog een Instagram aangemaakt. Geld. Op geld natuurlijk. Waar je me ook een berichtje kan sturen. En waar ik ook wat meer ga posten over aandelen in het algemeen. Linkjes naar mijn video's en al dat soort dingen. Ook een link in de beschrijving naar de Financial Hub Discord. De grootste Discord van Nederland. Waar je met andere mensen kan chatten over financiën, over aandelen, over al dat soort onderwerpen. En dan zou ik weer zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en later!